Eva vraagt zich af, wat vindt u van rookvrije terrassen? Er is wel wat voor te zeggen. Ik heb de glas van mij, ik rook zelf. Dat scheelt natuurlijk. Ik rook zelf niet, maar ik stoom me absoluut niet aan als sigaretjes roken op het terras. Het is heel erg fijn om in de zomer lekker op het terras te zitten met een sigaret. Ja, het hoort een beetje bij het uitgaan. Het is de gezelligheid met een sigaret. Alleen als ik zit te eten en er zit iemand naast me, dan dat vind ik wat minder prettig. Nou, ik vind het heel erg stinken, dus dat is wel vervelend als je dan aan het eten bent. Ja, wel een beetje, want ik rook niet. Maar wat daar dan de oplossing voor is, zou ik eigenlijk niet zo goed kunnen bedenken. Als je, laten we zeggen, voor dit pand een terras hebt en je scheidt de tweeën. Rechts is het roken, links is het niet roken. Er gaat alles zo scheiden. Waar komt de wind vandaan? Draait ze elke dag om dan of zo? Of, dat slaat ergens op. Je wordt als roker heel snel in een hokje gestopt in een rookvrije zone of zo? Nee. Daar ga ik niet mee akkoord. Je kan ook gewoon mensen aanspreken en vragen, zou je sigaret even iets de andere kant willen doen? Ja, als het net naast me en er komt al die rook naar me toe, zou ik het zo vriendelijk zeggen misschien. Nou, als het precies net in mijn gezicht waait, terwijl ik daar niet om vraag, ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik toch denk van ja, dat stinkt. Ik vind het een volkomen normale zaak dat mensen op een terrasje gewoon kunnen roken wat ze willen. Dat vind ik ook prima, want het is ook een beetje na om sommige mensen buiten te sluiten, want dat gebeurt er dan en dat is ook niet de bedoeling. Dus ik denk dat er niet per se een rookvrij terras hoeft te zijn. Laten we het gewoon zo houden zoals het nu is. Binnen niet, buiten niet al te veel bezwaar tegen.